Dagelijks gebeuren overal in Nederland ongelukken. Achter ieder ongeluk gaan verhalen schuil. Verhalen van mensen die elkaar veelal niet kenden, maar door een noodlottige confrontatie opeens veel met elkaar te maken kregen. De ongelukken zijn waar gebeurd, zorgvuldig gereconstrueerd en de betrokkenen hebben zo mogelijk meegewerkt aan de reconstructie. Vooral om anderen te laten zien hoe een heleboel leed voorkomen had kunnen worden. Anneke en Johan Veensma zijn 3 jaar gelukkig getrouwd. En ze hebben eigenlijk alles wat hun hartje begeert. Een goede baan, een prachtig huis, een goede gezondheid en hun grootste geluk, hun dochtertje Loes. De laatste tijd echter ligt Loes hele nachten te huilen. En ze vermoeden dat hun dochtertje last heeft van enge dromen. Daar heeft buurman Bert van Vlissingen echter geen boodschap aan. Ook hij ligt hele nachten wakker door het gekrijs van zijn buurmeisje. Kom, ga nu weer liggen. Verdomme, de zoveelste keer. Hey Bert, zij kunnen daar toch ook niks aan doen? Doe nou niet. Ik moet om 7 uur bij de groothandel zijn, ja? Ga dan weer slapen. Is dat niet te geloven? Zie je wat het helpt? Bert? Bert, je had er weg moeten zijn. Wakker worden. Hey. Hoe laat heb je vanmiddag die afspraak in het restaurant? 2 uur. Dus om 1 uur moet alles klaar zijn. Weet je dat ik vlees in die salades doe? Ja. En doe de dressing er maar los bij. Oh, ik kan ook nog bol maken. Haal je er nog? Nou, als ik nu meteen begin. Het is niet helemaal de stijl van dat restaurant, hè? Het belangrijkste is dat het er picobello uitziet. Ze willen kwaliteit. Ik kom om 10 uur met het exotisch fruit. Ik moet eerst even langs de loods en bij een paar klanten lopen. Schat? Ik hoop dat het lukt vanmiddag. Doe mijn best. Piep, hoera! Hartelijk gefeliciteerd, hè? Ach. Met je 30 lentes. Maar Loes? Die slaapt nog. Vind je mooi? Ja. Leuk, hè? Zullen we vanavond toch maar wat mensen bellen voor een klein borreltje? Ah, maar daar hebben we toch al over gehad? We zouden ons niet te veel op de hals halen met Loes. Als ik nou eens voor ons twee een lekker dinertje kook. Met een kalsmedaillonnetje en een, wat kaars en wat muziek. Oké. Hey, prettige dag nog, hè? Zeg, hoe laat begin je eigenlijk vandaag? Hoezo? Nou, dan
weet ik waar je te bereiken bent? Ik ga om 11 uur weg. Dan breng ik eerst Loes naar de crèche. Ik lunch van 2:30 tot 2:05. Om 4 uur haal ik Loes weer op. En om 4:30 ben ik thuis. Oké, doei. Heb ik hem gisteren zo neergezet? Jij was gisteren toch het laatste thuis? Oh, nou ja. Oké, hè. Doei. Dag, ja, dat is toch. Hé, hey, hoi. Mam. Ik ben er gevallen, hè. Ah, weer lekker vroeg. Gefeliciteerd, schat. Kijk eens. Nog warm. Weet je zeker dat hij het was? Ja, nou ja. Zeker. Maar je hebt niet opgenomen. Ja, ik ben een beetje gek. Weet je dan dat dit was? Omdat het al de zoveelste keer is. Elke keer als die lieverd 's nachts ook maar een kick geeft, dan hangt hij aan de lijn. Hij heeft het ook niet makkelijk. Hoezo? Nou, ik hoorde dat zijn zaak er nou niet bepaald de rooskleurige. Nee, echt? Is het niet? Ja, hoe moet ik dat weten? Ik spreek die mensen toch nooit? Hun bedrijf staat al een tijdje op het randje. Ze zijn nu gaan kijken of ze misschien wat aan sommige horecabedrijven kunnen leveren. Maar of dat lukt. Hoe weet je dat? Van mevrouw Van de Beuken. Oh, dat is die van de tennisclub. Nee, dat is de zus van de man waar zij mee kaarten. Oh ja. Die. Misschien is het beter als ik toch wel Bo meeneem. Ik vroeg het je vanmorgen nog. Ja, het is net dat extraatje, hè? Ja, ik weet niet of ik dat nog wel red. Schat. Ja, het is hier al bij helpen. En als je niet weet wat je wilt... Als dit lukt, dan redden we het. Nou, ik wil hier wel goede afspraken over. Als dat straks iedere dag moet... Lieve schat, als dit elke dag gaat gebeuren, dan bouwen wij de keuken om tot een echte werkplaats. Oké? Ik ben om 1 uur terug. Ja. Heb je zin om vanavond nog een glaasje te komen drinken? Oh, jullie hadden toch een etentje samen? Hoe weet jij dat? Jullie zouden er toch niks aan doen? Ja, ik heb nu ondertussen al wat anders afgesproken. Nou, jakkes. Zie je nou wel, er ligt ook overal glas. Als er ergens een ongeluk gebeurd is, dan vegen ze de hele boel op het fietspad. Kijk eens of je ventiel er nog in zit. Ventiel? Ventiel. Ja, hoe zou dat nou kunnen? Nou ja. Gebeurt hier wel vaker. Kom, hier om de hoek zit een fietsenmaker. Lopen we wel even langs. Kom maar. Nou. Is dat nou schat, hè? Ja. En we lopen eerst naar de fietsenmaker. Zo, hard aan het werk. Ja, Bert verzinde en ik mag het doen. Ik hoop niet dat jullie veel last hebben gehad van Loesje vannacht. Ja, we hebben het wel gehoord, maar ik vind het nooit zo erg. Oh. Nou, ik geef vanmiddag een surprise party voor Anneke. Om nu voor 4:30 met wat familie en vrienden en zo. Ik hoop niet dat het ongelegen komt. We zijn er vanmiddag niet, we gaan kaarten.
Oh, nou, dan heb ik nog één vraagje. Zou ik misschien voor één keertje jullie grasmaaien mogen lenen? Voor één keertje dan? Op één voorwaarde. Dat je hier in de tuin de sproeier even installeert en aanzet. Hij staat ook in het schuurtje. Scheelt er weer een paar minuutjes. Zoals u wenst, mevrouw. Zo. Had u anders nog iets gehad willen hebben, mevrouw? Ja. Doet u mij maar een bosje kousenband. Ach, dat heb ik helaas niet bij me. Oh. Ik heb wel spersieboontjes en een haricot vert. Het is een Surinaams recept, dus ik weet niet... Morgen kan ik het voor u meenemen. Nee, dat hoeft niet. Ik haal het straks wel even bij de sterkoop. En van die kleine kersttomaatjes, hebt u die wel? Ja, dat is nou het probleem, hè. Ik kan die wagen niet voller stouwen dan hij al is. Ach ja. U brengt het al aan huis, moet u maar denken. Oh Lord, I popped a lot of pills. But I've never touched nothing that my spirit could kill. You know I've seen a lot of people walking around with tombstones in their eyes. Klaar? Bijna. Ja, wat dan bijna? Nog een kwartiertje. Dat is te lekker aankomen zetten. Het is trouwens de eerste en de laatste keer dat jij die maaier aan de buren uitleent. Als ze zo nodig overdag ook nog herrie moeten maken, dan kopen ze er zelf maar een. Veiligheidsdingetje. Als je hem loslaat, dan valt de motor steeds uit. Het is toch zo onhandig? Oh, ja. Zeg, kan jij nog iets gebruiken voor je feestje? Hallo. Van den Brink, Ruder. Van Vlissingen, groenten en fruit. Ja, zoals afgesproken hebben wij een representatief pakket samengesteld uit ons assortiment. Wij hechten veel waarde aan wat wij noemen ambachtelijke kwaliteit. Dat wil zeggen, wij leveren niet alleen groenten en fruit, maar daaromheen ook een reeks kant- en klare groenten en fruitproducten die op traditionele wijze zijn bereid. De offerte, ja. Alsjeblieft. Merci. Gefeliciteerd. Hi, Noes. Gefeliciteerd. Hey, hallo. Hi. Oh, ik wil dat gezicht wel eens zien. Vergeef me.
Nou, bel de kaarten maar af. Hoezo? Ze vinden ons te duur. En nu? Kijken wat we daaraan kunnen doen. Nu meteen? Ja, waarom niet? Omdat we gaan kaarten. Kun je toch afbellen? Ik bel niks af. Nou, dan niet. Bert, wat heeft dat toch allemaal voor zin? Ja, wat moet ik dan? Hè? De zaak opgeven na 30 jaar? Gaan solliciteren? Mijn hand ophouden misschien? Je kan niet goedkoper leveren. Je kunt toch niet onder de inkoopprijs gaan zitten? Ga jij maar kaarten als je zo nodig moet. Nou, precies de bedoeling. Nou, iedereen blijft in de tuin en probeert het dan zo goed als mogelijk te verstoppen. Hè? En dan lokken we Anneke op een of andere manier hier naartoe. En als ze dan in de deuropening verschijnt, dan springen we allemaal op haar af. En dan, tadaa, hier. Heb jij dat geschreven? Ja. Geweldig! Ja, je denkt toch zeker niet dat ik hier ga staan zingen? Ach, jawel. Hier, het gaat zo. 30 jaar, deel maar uit. Het is eerlijk waar, wordt onze schat op deze dag. De liefste vrouw op aard, je bent ons alles waard. Daarom zingen wij dit lied voor jou alleen. Goh, het lijkt hazes wel. De bel. Maar iedereen is het toch? Janoes. Verstoppen, verstoppen. Anneke, bel toch niet aan. Hey. Kom je mee vieren? Nee, nee, ik ga kaarten. Maar ik wou me alleen even zeggen dat Bert thuis blijft. Hij voelt het niet zo lekker. Dus misschien kun je het een beetje rustig aandoen. Oh. Ja, ik wil jullie feestje niet bederven. Nee, natuurlijk niet. Ik zal het een beetje in de hand houden. Dankjewel. Dag. Dag. Nou, kom op, maar. Oh, daar komen goede schoenen, hè? Nou, en iedereen een beetje de toon zingen, hè? Hallo? Hoi? Ja, niet te hard, hoor. Ja, zeg, ik ben toch maar één keer jaren. Ja, die buurman is thuis. Oh. Ja, die moet hier eronder doen. Nee, dat hoeft niet. Dat kan weg, hè. Oh,
Ja, met Bert van Vlissingen. Kunnen jullie in godsnaam iets doen aan het lawaai bij mijn buren? Hè? Nee, nee, een verjaardagsfeest. Nee, net, maar ik denk, nou laat ik maar meteen... Wat? Oh, tot 21:00 kan iedereen doen wat hij wil. Wat is dat nou voor onzin? Is er maar gelegen? Ik verlang het op jou. Hier aan de zee. Ja, dat zie ik al heel dag. Zo. Kijk eens even, Loes. Kijk eens even. Huh? Wat is dat voor lulligheid? Ik maak mijn gras. Ik ben het zat. Ja, wacht nou even. Bert's ongeluk is niet zonder gevolgen gebleven. Hij is zijn rechtervoet kwijtgeraakt en heeft zijn bedrijfje op moeten geven. Roos verdient nu de kost. Ze werkt bij de groenteafdeling van een supermarkt. Als Bert de dodemansknop niet had afgetaped, dan was hij zeker afgeslagen op het moment dat hij hem los had gelaten. En dan was er waarschijnlijk niets gebeurd. De veiligheidsvoorziening van een apparaat zit er niet voor niets op. En daarbij komt een grasmaaier, moet je gebruiken, om gras te maaien.